aan het oppervlakte bepalen onder de grafiek van I is 2 x kwadraat plus 1. Nou, ik wil graag eerst een tekeningetje hebben. Dat gaan we maken. I is 2 x kwadraat plus 1. Window, nou, van 0 tot, nou, doe 3. Stapjes van 1 lijkt me prima. Van 0 tot, nou, ongeveer 20. Graph. Daar komt die. Zie je? Dat is hem. Nou. Als ik hier de oppervlakte wil bepalen, kan dat vrij eenvoudig. Frits met de grafische rekenmachine. Second kalk. Geef aan: lage limiet is 1, upper limit is 2. En die rekenmachine gaat veel aan de slag en die zegt 5, 2 derde. Dus de area is bij benadering 5, 2 derde, vierde. Grafische rekenmachine. Oké. Okay. Nou, de vraag is nou, kan dat nou ook nauwkeuriger Nou, wat we kunnen doen is: uh, we noemen die i, die noemen we de functie fx. 2x kwadraat plus 1. Wat we nu kunnen doen is de oppervlakte bepalen met behulp van de integraal. De a staat voor area, en we bepalen de oppervlakte van 1 tot 2. Van 2 x kwadraat plus 1 dx. Nou, wat staat hier nou eigenlijk? Als ik die grafiek ga tekenen. En hij ziet er zeg maar. Uh, hij begint bij 1. Hij ziet er zo uit. Dit is die grafiek. Dan doe ik eigenlijk niks anders dan. Van 1 tot 2. Ga ik allemaal kleine staafjes maken. Kijk maar, ik maak hier een staafje. Ik maak daar nog een staafje. Totdat ik uiteindelijk daar uitkom. Allemaal staafjes. Nou, de breedte van zo'n staafje is delta x. De hoogte van het staafje, die is eigenlijk de functie fx zelf. Kijk maar, als ik hier een x neem, dan lees ik hier de hoogte van de functie af. Nou, dat is die 2x kwadraat plus 1. De oppervlakte van zo'n staafje, deze. A is dus niks anders dan f(x) keer delta x. De totale oppervlakte is niks anders dan een sommatie van f(x). Dan noem ik het even. Nou het moet hier weer delta x. En dat is eigenlijk precies hetzelfde wat we hier doen. Hier zie je eigenlijk de basis dx en 2x kwart plus 1 is de hoogte. Dus het is niks anders dan basis keer hoogte. Laten we die eens gaan uitwerken. Hoe gaat zoiets? Die 2 kun je gewoon opschrijven. Keer x. Hier staat een 2. Bij primitiveren tel je er een bij op. 2 plus 1 is 3. En hiervoor zet ik 1 derde. En dat doe je eigenlijk, want als ik naar links ga, dan doe ik eigenlijk f accent x, hè, de afgeleide. Nou zet ik het misschien niet helemaal goed neer, want... We noemen eigenlijk dit is de functie fx en wat hier komt te staan is de functie hoofdletter fx. Dus als ik deze ga differentiëren, moet ik eigenlijk hier zeggen, gummetje, dat dit de hoofdletter f en dan de afgeleide. Dus als ik de primitieve ga differentiëren, krijg ik weer f zelf, plus. Nou hier staat 1, maar eigenlijk is dat 1 keer x tot de macht 0 hè. Want x tot de macht 0 is gewoon 1. Nou, Als ik bij die 0 eentje optel, dan staat er 1 keer x tot de macht 1. En dan zou je ook moeten zeggen 1 gedeeld door 1. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje overdreven. Hè? Van 1 tot 2 gaan we vereenvoudigen. Is 2 derde keer x tot de derde plus x. En ik ga van 1 tot 2. Nou ben ik eens geïnteresseerd in deze functie. Wat is nou dit ding? Als ik een tekeningetje zou maken, opnieuw. En ik doe die groene grafiek, hè, dat is. Dit is fx. Dan is die paarse. 2 derde x die ga ik eens even tekenen. i is. Uh, 2 gedeeld door 3 keer. x, dakje 3 plus x. Als ik hem nou teken, als ik zeg graph, dan zit dat stuk oppervlakte nog in. Dan kan ik mijn tekening niet goed zien. Maar als je naar een second draw gaat, kun je zeg maar met clear draw de tekening schoonmaken. Dit is de oorspronkelijke. En dat is die hoofdletter F. Zie je dat hij hier keurig in 0 begint. Dus die, uh, die hoofdletter F. Die gaat eigenlijk zo een beetje. Dat is F. X. En die fx die geeft eigenlijk informatie over de oppervlakte onder de gewone fx-functie. Kijk, als ik nou de oppervlakte wil weten bij 1, hier, dan heb ik het over die oppervlakte van 0 tot 1. Als ik nou naar de hoofdletter f ga, bij 1, dan kom ik daaruit. Nou, laten we eens doen. f1. He, dus ik doe f1, dat gaan we invullen, is 2 derde keer 1 tot de macht 3. Nou, dat is gewoon 1 natuurlijk, plus 1. Oké, okay, dat wordt dus, dit is gewoon 1, 2 derde, dus 1, 2 derde. Dit getalletje hier is dus 1, 2 derde. Nou, is deze oppervlakte die hier zit, is toevallig ook 1, 2 derde. Zullen we dat eens checken? Gaan we naar second kalk. Even kijken of ik de goede grafiek heb. Ja, ik heb i1 is 2x, dat is de goede. Lower limit is 0, en upper limit is 1. Dan gaat hij weer integreren, en dan zegt hij 1, 2 derde. Zie je wel? 1,667. Dus die paarse grafiek die geeft direct informatie over de oppervlakte onder de groene grafiek, hè, de, de gewone f. Van 0 tot in dit geval 1. Maar nou wil ik weten de oppervlakte van 1 tot 2. Dus ik wil eigenlijk van hier tot daar onder die groene grafiek. Maar als ik nou hier bereken F2. Dan is dat toch de oppervlakte van 0 tot 2. En als ik het van 1 wil weten, doe ik gewoon F2 min. F1, zie je dat? Nou, die functie f die hebben we gevonden, dat is deze. En wat we nu gaan doen is eerst de 2 invullen. Dat zie je daar staan. En dan trekken we vanaf de waarde die je krijgt bij 1. Nou, laten we dat eens doen. Dus dan krijgen we de oppervlakte a, area, is dus blijkbaar 2 derde x tot de derde. Plus x van 1 tot 2. Dan gaan we eerst de 2 invullen. Dan doen we de f2. Nou, dan gaan we 2 derde. 2 tot de macht 3 is 8. Plus 2. Min. En die min, dat is een hele belangrijke min, deze. Want dat is eigenlijk die min. Ik doe eerst het oppervlakte van 0 tot 2. En dan haal ik vanaf het oppervlakte van 0 tot 1. Die ga ik nu doen. Dus dan krijg ik ingevuld 1, 2 derde plus 1 is. Nou dan gaan we. 2 keer 8 is 16. Gedeeld door 3 is 5 1 derde plus 2 is 7 1 derde min 1 2 derde is 7 1 derde min 1 2 derde is. Nou gaan we kijken. Dat is. 6, 2 derde, 5, 2 derde. Wat hadden we net met de grafische rekenmachine bedacht? 5, 2 derde. Zie je dat? Dat is leuk. Dus die hoofdletter F, die hoofdletter F, die geeft dus informatie over de oppervlakte onder de gewone functie F, maar wel vanaf 0. Dat is denk ik even belangrijk.